Charlotte, welkom. Ook een naam waar je trots op mag zijn, hè? Toch? Ja, ja. Dat zal wel zijn. Waar woon jij? In Oordegem. Waar is dat? Oordegem, dat is een dorp tussen Aalst en Wetteren. Is dat een zelfstandig dorp zo? Ja, dat is een deelgemeente van Leden. Van Leden? Ah, oké. Okay. Ja. Waar de Herman van Mollen vandaan komt. Ja. Ken je hem persoonlijk? Nee. Wat doe je in het leven? Ik ben violiste en ik ben leerkracht ook. Je bent officieel van beroep violiste? Ja. Wauw. Hoe lang ben je daarmee bezig? Sinds mijn 8. Dus eerst academie en dan verder gestudeerd aan het conservatorium. Je hebt altijd geweten, van kindsbeen af, zeg maar, dat je violiste wilde worden? Nee. Ja, dat is gewoon zo gekomen. Ja, dat lukte komt, ja. Wel. Allee, vioolspelen komt niet zomaar gewoon. Nee. Ik heb eerst mijn academie gedaan en ik speelde wel graag. Maar ik heb maar laat beslist om het te gaan verder te studeren. Maar je speelt zelf ook in orkesten, of hoe gaat dat? Waar zit je? Ja, ik speel zo'n beetje overal. Zo. Een beetje in pop, ook klassiek soms. La Passione en Lier doe ik soms mee. Ja. Of iedereen die mij nodig heeft in mag mij bellen. In popmuziek wordt je veel gevraagd ook als violist. Soms, ja. Wat heb je zoal gedaan? Iets van de leukste dingen dat ik al gedaan heb is met de TCB-band van Elvis Presley. Ben ik op tournee geweest. Met de groep van Elvis Presley? Ja. Mannen van 80. Maar dat kom jij zo even vertellen. Zo. Ja. Zeg, ik woon in Oordegem en ik heb met de groep van Elvis Presley gespeeld. Allee, joh. En ben je hem zelf ook tegengekomen? Nee, hij was toen al dood natuurlijk. Maar die mannen blijven toeren en die bellen jou op. Hoe komt dat? Dat is heel... Ja, dat is gewoon via een vriendin. Zat er nog iemand nodig? En dan ben ik vertrokken. En dat was een vioolsectie van hoeveel? We waren met 4 violisten, 1 cello en dan wat blazers. En dan de band. En top. Dan was er nog de Sweet Inspirations en de Imperials. Dat waren er ook bij. En die moest je ook allemaal begeleiden? Ja. Wat was jouw favoriete nummer? CC Rider. Ja? Is het daar viool in? Ja. Als je goed luistert. Okay. En als je versterkt is, dan ook. Goed, ik wens je veel succes vandaag, Charlotte. Ik vind het ongelooflijk interessant. Willen we de quiz skippen en daar alleen maar over verder gaan? Maar dat zal Michel misschien niet met ons eens zijn. Laten we dus toch maar beginnen aan de plichtplegingen. Erik, kom eens even. We hebben zo een gast die hier de studiomeester is, maar dat is zelf een Presley freak natuurlijk. Die heeft mij Elvis Presley gespeeld. Respect. Ongelooflijk. Ongelooflijk. 6 letters in de app. En speelden jullie ook mijn favoriete traagnummer van Elvis Presley, My Boy? Eén keer wel. Maar één keer? Waarom? Ja, dat soms kon die setlist wel veranderen. Oh, in Noorwegen vonden ze dat leuker dan zo inderdaad. Mooi. Zoeken we dat even op, dan kunnen we straks, als het nu echt heel pijnlijk wordt, hier een stukje van My Boy laten... Nee, dat gaat niet over jou, Charlotte. Nee, ik bedoel, als de show instort of zo, dan kunnen we een stukje van My Boy laten horen en dan wordt iedereen weer terug wakker. 190, 240, er is nog niks verloren, Charlotte. Ik denk dat je jezelf een beetje onderschat, hoor. Kijk, 10 punten mooi gevonden. Zullen we het toch maar even geven, Charlotte, want jullie hebben het maar één keer mogen spelen. My Boy, hoort. Dat is hoe schoon. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy.